We tekenen eerst een modelpatroon. Een modelpatroon is een patroon zonder naadwaarde. Voor het rugband tekenen we een rechthoek van 27 cm hoog op 26 cm breed. Daarna voegen we de naadwaarde bij of tekenen we een knippatroon. Aan de lende voegen we 1 cm naadwaarde bij, aan de zijnaad ook 1 cm naadwaarde en voor de zoom 2 keer 1,5 cm naadwaarde. We gaan afwerken met een zoom met dubbele inleg. We duiden de merktekens aan, de draadrichting en de stofvouw. Hier komt de middenrug. De middenrug leggen we tegen de stofvouw om te knippen. Dus we knippen de rug eenmaal dubbel. Voor het voorpand tekenen we dezelfde rechthoek als het rugpand. 26 cm breed en 27 cm hoog. Dan gaan we een knippatroon tekenen. Voor het knippatroon voegen we aan de lende 1 cm naadwaarde bij, aan de zijnaad ook 1 cm naadwaarde en aan de zoom, juist hetzelfde als in het rugband, 2 keer 1,5 cm naadwaarde. Vanaf de middenvoor voegen we overslag bij. Als we knopen hebben met een doorsnede van 1,5 cm, is de overslag 1,5 cm. Vanaf middenvoor evenwijdig bijtekenen. Om de af te werken, hebben we ook nog een belegsel nodig. Het belegsel is 2 keer de waarde van de overslag plus 1 cm naadwaarde. Dus in dit geval is de overslag 1,5 cm maal 2 is 3 cm plus 1 cm naadwaarde. Dus het belegsel wordt 4 cm breed. Dan voegen we bij vanaf de plooilijn van de overslag. En zo hebben we het knippatroon van ons voorpand. We duiden ook de merktekens aan, de draadrichting en de plaats waar de zak komt. Het voorpand gaan we 2 keer enkel knippen uit de stof. Dus wordt niet tegen een stofvouw gelegd. Voor de lendeband tekenen we een rechthoek van 6 cm hoog op 60 cm breed, van middenvoor tot middenvoor. Aan beide zijden aan middenvoor voegen we ook de waarde van de overslag bij. In dit geval 1,5 cm. Daarna voegen we rondom 1 cm naadwaarde bij en dan zo hebben we een knippatroon. De zijnaad komt op 14 cm van middenvoor en met de rug bevindt zich op de helft. We duiden ook de draadrichting aan. Het modelpatroon van de zak is een rechthoek van 11,5 cm hoog op 13 cm breed. Voor het knippatroon voegen we aan de bovenkant 2 keer 1,5 cm naadwaarde toe voor de afwerking. De andere naden rondom 1 cm naadwaarde. We duiden ook de draadrichting aan. De zak wordt 2 keer enkel geknipt uit de stof. Om zelf de patronen van een rokje op maat te tekenen, hebben we de volgende maten nodig. De heupenomtrek, de lendeomtrek en de lengte van de rok. Als voorbeeld neem ik de maten de lendeomtrek 60 cm, heupenomtrek 70 cm en lengte rok 35 cm. Om de lendeband te tekenen voor een lendeomtrek van 60 cm, ga ik eerst de maat delen door 4. 60 cm gedeeld door 4 is 15 cm. Voor het voorste stuk van middenvoor tot de zijnaad aan weerskanten tekenen we 15 cm. In de middenrug tekenen we 30 cm, maar voor de elastiek in de rug mogen we 5 à 10 cm extra bijvoegen. Dus in de rug wordt onze breedte 40 cm. 40 cm van zijnaad tot zijnaad plus 2 keer 15 cm tot aan de middenvoor. Dan zit ik in totaal aan 70 cm. We voegen nog 1,5 cm overslag bij aan weerskanten en daarna 1 cm naadwaarde rondom. Voor de plak en voorom van 7 cm hoogte is de lendeband 2,5 cm afgewerkt.
Om de breedte van het rugpand te berekenen, kan je ook vertrekken van de lendeomtrek. De lendeomtrek is in totaal 60 cm. 30 cm voor het voorpand en 30 cm voor het rugpand. Je kan tot 2 maal de breedte van de lende van de rug nemen om aan te rimpelen. Dus de lende van de rug was 30 cm maal 2 is 60 cm breed voor het totale rugpand. Dus de helft is 30 cm. We voegen eveneens 1 cm naadwaarde toe aan de zijkant. Voor de hoogte is de lengte van de rok 35 cm plus de zoomwaarde plus de naadwaarde aan de lende. De naadwaarde aan de lende is 1 cm. De zoomwaarde mag je zelf kiezen. 2 maal 1,5 cm is zo'n standaard die dikwijls wordt genomen. Maar als je bijvoorbeeld 2 keer 4 cm zou nemen, is ook heel mooi. Dan heb je op een 4 cm van de zoom beneden een mooi stiksel lopen. En het rokje valt mooi naar beneden door de zwaarte van de zoom. Voor de breedte van het voorpand nemen we dezelfde breedte als het rugpand om aan te rimpelen. De halve rug was 30 cm, dus 1 voorpand ook 30 cm van zijnaad tot middenvoer. We voegen de overslag toe. Voor knopen van 1,5 cm doorsnede voegen we 1,5 cm overslag toe. Zijn de knoopjes 2 cm van doorsnede, voegen we 2 cm overslag toe. Daarna nog het belegsel bijvoegen. Het belegsel is dezelfde breedte van de overslag maal 2 plus 1 cm naadwaarde. Bijvoorbeeld 2 keer 1,5 cm plus 1 naadwaarde is 4 cm. Aan de zijnaad 1 cm naadwaarde, van boven aan de lende ook 1 cm naadwaarde. De grootte van het patroon van de zak mag je zelf bepalen.